Goedenavond allemaal, woensdag 1 december 2021. Welkom bij deze Diabeter Live uitzending. Vanavond gaan we het hebben, jongens, over een onderwerp wat ons nauw aan het hart ligt. Van alle sprekers hier, kan ik zeggen. De noodzaak van de CGM-vergoeding. En we gaan het natuurlijk niet alleen over vergoeding hebben, ook maar wat brengt een CGM nou in veel levens en wat gebeurt er als je hem niet krijgt? De noodzaak, daar willen we het over hebben. Want we weten ondertussen, jullie hebben Henk-Jan al vaker horen praten erover. Mooie resultaten kunnen we bijna alleen maar halen met toepassing van de technologie in onze dagelijkse zorg. We gaan het erover hebben. En als we het over sensorvergoeding hebben, hè, met wie kan ik dat dan beter hebben dan met Loes en met Orietta? Orietta, mag ik jou heel even het woord geven? Ja, hi, goedenavond. Ik ben Orietta van Sensorvergoeding. En ik ben al bijna 3 jaar bezig samen met professioneel veel anderen om te proberen om alle glucosesensors goed te krijgen voor iedereen met type 1 diabetes. En ook nog wat andere mensen die hem nodig hebben. En verder ben ik, wil je meer weten over me? Ja, hartstikke leuk. Ja, ja oké. Okay. Ik ben getrouwd met Mark. Ik ben de mama van Bram en dat is het liefste kind op de hele wereld. Sorry voor jullie kinderen. En ik ga heel binnenkort weer studeren. En dat wil natuurlijk iedereen weten, Orietta. Ja. Jij? Ik heb een Dexcom CGM. En okay. Ik gebruik apps, dus Android Artificial Pancreas System. Dat is een do-it-self algoritme. Hartstikke goed. Hey, fijn dat je er bent vanavond. Je zei het al, ik ben al 3 jaar lang bezig samen met Loes voor sensorvergoeding.nl. Loes, dat is het bruggetje naar jou toe. Mag ik jou even het woord geven? Ja, goedenavond. Loes Heijmans. Kreeg op mijn 20ste type 1 diabetes. En zo vanaf ongeveer mijn 30ste ben ik daar over gaan schrijven en spreken. En jij heb ik er mijn beroep van gemaakt. Met Orietta, initiatiefnemer voor sensorvergoeding. Daarnaast medeoprichter van Diabetes Plus. En ik podcast nog wat af en zo in diabetesland. Dus genoeg te doen. Ik gebruik zelf de Dexcom G6 en ben net als Orietta ook een do-it-yourself looper samen met mijn Omnipod. En hoe CGM mijn leven heeft veranderd, daar komen we het komende uurtje denk ik nog wel op terug. Hartstikke goed. Fijn Loes, hartstikke goed dat je er bent. Giesje, brug naar jou, want hier twee hele blije, naar drieën kan je zeggen, want ik ben ook een blije CGM gebruiker. Maar al een kleine introductie over waar we het misschien ook over gaan hebben straks. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend en sommige type 1'ers zien er zelfs ook een beetje tegenop om het te gaan gebruiken. Klopt. Yes. Hey, en waarom die vraag of die opmerking maak ik natuurlijk niet voor niks naar jou, want wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben Giesje en ik werk als psycholoog bij Diabeter, waar ik de kleintjes, de kinderen, de pubers, de jongvolwassenen, de volwassenen met type 1 en alle familieleden die daaromheen hangen, veel spreek en probeer te begeleiden in het psychologische stukje wat komt kijken bij het leven met diabetes. Dus ik spreek niet vanuit ervaring. Ik heb zelf geen type 1 diabetes, maar ik spreek wel heel veel met mensen. En op een gegeven moment ga je gewoon patronen herkennen. Op een gegeven moment ga je gewoon horen waar heel veel mensen tegenaan lopen. En daarom ligt dit onderwerp ook zo nauw aan het hart. Omdat ik gewoon van mensen hoor dat dit echt heel groot verschil kan maken. En dat je erbij bent vanavond, Giesje. Om ook dat perspectief, jongens. Henk-Jan, het brug naar jou. De kwaliteit van leven. Wat kan CGM ook daarin allemaal doen? Maar we weten ook wat de CGM's bij de patiënten van diabetes allemaal doet, Henk-Jan. Ja, ik denk er soms heel moeilijk over. Ik ben kinderarts, ik werk al jaren in het diabetes type 1 gebied. Al vanaf 77 vorige eeuw, dus dat is heel lang. En als je terugkijkt, dan denk je, oh, wat is er veel veranderd. Als je nu kijkt, denk je, het gaat nooit snel genoeg. Maar eindelijk zijn we in staat om niet alleen de functie van de beta-cel met insuline maken over te nemen, maar ook die van het meten en ook die van het regelen, het algoritme.
Dus eindelijk zijn we in staat om de drie onderdelen die missen op te lossen. En ik denk dat daarom die sensorvergoeding helemaal niet losstaat van iets. Dit is gewoon een onderdeel van de oplossing voorlopig. En ontzettend belangrijk. En dat zien we niet alleen in de getallen. Maar ook wat je zegt in de kwaliteit van leven. En de manier waarop mensen met hun leven om kunnen gaan. De kwaliteit van slaap, relaties, werk, school. Al die zaken die worden beter. En die zijn we tegenwoordig met Gieschok aan het meten. Om te kijken en te laten zien aan de wereld van kijk eens wat hij doet. Yes. Hartstikke belangrijk, jongens. Orietta, Loes en Wiets krijgen meteen een vraag. Krijgen wij hem alle drie vergoed, de CGM? Orietta, ik begin maar meteen bij jou. Oh. Ja, ik krijg hem momenteel wel vergoed. Ja. Yes. En op welke criteria? Ik heb nog een actieve kinderwens. Oké. Yes. Check. Want die staat in het lijstje. We gaan ze even af. Loes, jou? Ja, ik krijg hem ook nog vergoed. Heel erg. Veel dank aan mijn diabetes team, wat zegt van ja, we weten wat het met jouw lijf doet als jij moet inleveren en hoe je dan weer gaat schommelen, net zoals je jaren hebt gedaan. Dus die zorgen er op dit moment voor dat ik hem nog kan gebruiken. Maar ik kreeg afgelopen januari ook wel meteen daarbij de kanttekening van ja, dit jaar met de overgang hè, uit het ziekenhuisbudget konden we dat nog makkelijk voor je regelen. We weten niet hoe dat er volgend jaar uit gaat zien. Dus ik begin hem wel langzamerhand weer een beetje te knijpen richting januari, eerlijk gezegd. Yes. Snap ik. Dat is geen fijn vooruitzicht en onnodig stress voel ik. Maar ik krijg hem, omdat ik toen ik geen CGM had, ontzettend hypo-unaware was. Vanuit mijn zwangerschappen overgehouden. En ik kon flauw vallen waar iemand bij stond, zonder dat iemand het door had. Dus dat wordt nog steeds bij mij aangevinkt. Maar dan komen we dus bij een heel gevoelig ding. Je hoort het nu al in de verhalen van ons drie. Henk-Jan, wij zijn best wel afhankelijk als type 1'ers. Wordt iets aangevinkt in ons dossier of niet? Kan je uitleggen hoe werkt dat nou? Je staat nog op mute trouwens. Ja. Eigenlijk kan ik het niet uitleggen, want ik snap niet precies de overwegingen die genomen zijn. Of ik kan beter zeggen, ik snap ze niet, maar ik begrijp ze wel. Het heeft te maken met het feit dat we deze ziekte vroeger beschouwden als iets wat je kon instellen. Je kon iets doen met knopjes, met je pen, en dan was je zogenaamd ingesteld. We kwamen erachter de afgelopen jaren dat dat volstrekt onvoldoende was. Veel te veel complicaties, veel te veel ellende. Toen zijn we harder gaan regelen. We zijn gaan roepen, het HBAC moet scherper. En toen is die sensor gekomen eigenlijk als een HBAC-verbeteraar. Maar dat is het niet. De sensor is een beschermmiddel. Het is wat ik altijd in de plaatjes van de vorige uitzending ook wel heb laten zien. Het is over een kronkelige weg iedere dag rijden. Met 42 factoren die jou van de weg proberen af te duwen. En daar heb je bescherming voor nodig. En de sensor is in feite een bescherming voor zowel de rechter vangrail, waar het ravijn van de hypo zit. Als een bescherming van de linker vangrail, waar de rotswand de auto kapot botst. Als je daar met een goede snelheid, die je ook in je leven moet kunnen hebben, langs gramt. En dus de sensor is geen HbA1c-verbeteraar, maar de sensor moet gebruikt worden als een methode om zo'n scherp mogelijke glucoseregeling te krijgen en te houden. En dat zit nog steeds niet in de vergoedingssfeer. Hij wordt nog gezien als een middel waarmee we ons HbA1c naar beneden kunnen krijgen, wat zeker ook een factor is waarmee dat kan. Maar uiteindelijk moet die gebruikt worden waarvoor die geschikt is, namelijk binnen de perken houden van je glucoses. En dat kan tegenwoordig zelfs automatisch, hè, met nieuwe systemen. En dat is eigenlijk wat we willen. Dat is ook de reden dat heel veel landen die vergoeding anders hebben opgezet, groter hebben gemaakt, nog verder zijn gegaan, nieuwe richtlijnen hebben gemaakt, die we trouwens nu ook in Nederland zouden moeten volgen. Het moet een beetje scherper kunnen. Je zou die keuze moeten maken om je regeling scherp te maken. En voor veel mensen is dat alleen maar mogelijk met techniek. En dan moet je dat vergoeden. En daar zitten we in Nederland tegenaan te hikken. En daarom is het zo belangrijk dat we vanavond daar weer over hebben. Want er zijn wel stappen nodig. Kom zo misschien nog wel op hoe dat in andere landen is gedaan. Maar we zitten eigenlijk een beetje in de achterhoede. Dat herken je natuurlijk. Dat hebben we met corona en boosters ook al. Dus ja, niet hard lachen. We kunnen dit nog wel inhalen, maar er moet wel wat gebeuren. Yes. We lopen achter, Giesje. Ik hoorde het net al ook in het verhaal met Loes. Dat raakt mij ook. Hè? Dat het dus elk jaar weer spannend is om... krijg ik het vink? Mag ik hem gaan gebruiken? Dat zijn waarschijnlijk ook gesprekken die jij herkent vanuit je spreekkamer.
Zonder meer, want het maakt het maakt het tot een dubbele strijd. Weet je, het is al zo'n strijd om dag in dag uit met die aandoening om te gaan. En dan heb je er dus ook nog een keer de strijd bovenop. Om de technologie te houden waarvan jij merkt, hey, die werkt voor mij. Om het soort van manageable te houden. Lever die maar in. Wees maar afhankelijk van iemand anders die dat vinkje bepaalt. Die eigenlijk feitelijk bepaalt hoe jouw leven er voor het komende jaar uit gaat zien. Ja, weet je, dat heeft een enorme impact. Bizarre impact, Orietta. Jij geeft, hè, samen met Loes ben je ook al 3 jaar bezig om alle sensoren vergroot te krijgen. Het is in ieder geval gelukt bij de FGM. Ik weet nog, we hebben een kerstborrel, een nieuw oudjaarsborrel gehad in 2019. Dat was toen al een grote winst. Nu dus al dik 2 jaar daarna aan het vechten voor de CGM. Wat voor verhalen krijgen jullie toegestuurd, Orietta? Ja, schrijnende verhalen. Dat is het nare ook. Er zijn heel vaak mensen die zeggen, ik heb alles al geprobeerd, maar ik krijg hem maar niet vergoed. Ik schrijf brieven aan de zorgverzekeraar en mijn arts die, weet je, onderschrijft het dan allemaal. Want ik kan bijvoorbeeld niet werken of ik kan niet studeren of ik kan er niet zijn voor mijn kinderen. En ik wil dat zo graag en dat lukt dan niet. Dat zijn dus de verhalen waar ik soms al wakker van lig. Want het is zo ontzettend herkenbaar. Ik heb zelf ook heel lang geen sensor gehad. En toen wist ik niet wat ik miste. Maar ik weet wel dat ik toen me vaak zo beroerd voelde. En heel veel dingen gewoon niet kon. Die ik nu heel normaal vind. En maar die mensen die vallen dan niet binnen een bepaald hokje. Dan is het niet een vrouw met een zwangerschapswens. Of iemand die geen hypo's aanvoelt komen. En dan mag je dus gewoon niet gebruik maken van dat hulpmiddel dat er gewoon is. En dat is echt... Het rare is dat er dus niet één persoon is die zegt van, joh, ik val tussen wal en schip. Maar bijna elke dag stuurt iemand me wel een privéberichtje van, joh, kan je me misschien helpen? Want ik zit hier zo mee en je bent er toch mee bezig. En 1-op-1 kan ik ze bijna nooit helpen, want het moet gewoon vergoed worden. En dat is echt wat mij het meeste indruk maakt. Dat het dus om zoveel mensen gaat die allemaal zo'n intens verhaal hebben. Loes en Orietta krijgen veel van dit soort schrijnende verhalen te horen. Ze zijn niet de enige, denk ik. Ik denk dat jij dat als kinderarts ook herkent. Weten we eigenlijk in Nederland hoeveel mensen gebruik maken? Dan heb ik het niet over de Flash, niet over de FSL, maar die gebruik maken nu op dit moment van de CGM, van de continue glucose monitor. Nou, precies. Als je kijkt naar wat de minister ervan dacht een tijd terug bij de overheveling, ging het om hooguit zo'n 2000, 3000 mensen. Maar ik heb niet het idee dat het juiste aantal is als ik de discussies in het veld hoor. En er schijnt ook een flinke toename te zijn geweest in de afgelopen jaren. Dus dat weten we eigenlijk niet precies. En we weten eigenlijk ook niet wat het opbrengt. En dat is natuurlijk ook een lastige. Ik ben Wietske even kwijt. Ik zie je niet, Wietske, maar ik ga even door gewoon. Want ik denk dat we daar een paar onderwerpen in moeten benoemen. Namelijk dat het wel een heel lastig probleem is wat we nu steeds meer zien. Dat er mensen zijn die eigenlijk gelukkig de sensor kunnen gebruiken en in feite met een nieuwe toekomst beginnen. Ik zeg wel eens gekscherend, sensortechnologie is een techniek die... daar ben je weer. Die de resultaten behaalt met sensortechniek bieden een garantie voor de toekomst. Anders dan alle financiële disclaimers. En we zien dat ook de rol van de verzekeraars daar wel in het veranderen is. Die hebben best oog voor wat er nodig is. Alleen, die zijn uitvoerder. En die volgen wat er landelijk door het Zorginstituut wordt neergezet. En dat volgt weer wat er aan de ronde tafel wordt neergezet. Mm-hmm. En wij hebben het idee dat ontwikkeling nu zo snel gaat. Hè. Ik heb net
naar ons eigen team de literatuur over CGM en pompen van de afgelopen 2 maanden gestuurd. De internationaal nagekeken peer-reviewed literatuur. Dat zijn 52 artikelen, jongens. Dat gaat zo snel. Die zijn niet allemaal even belangrijk. Er zijn ook herhalingen die laten zien hoe goed het gaat. Maar de ontwikkeling gaat zo razendsnel dat we eigenlijk achterlopen. En daardoor het leed wat we zien steeds groter zien worden. En dat is een lastige. En Loes, Henk-Jan geeft net aan, hè, zoveel wetenschappelijke onderzoeken. Komen die bij de diabetesrondetafel terecht, al die onderzoeken, al die wetenschappelijke dingen, Orietta? Nou, het Diabetesfonds houdt het aardig bij. Hè. Die hebben al een paar keer iets geschreven over, dit is nu de stand van zaken. En dit is nu het belangrijkste verschil tussen wat er wel vergoed wordt en wat er niet vergoed wordt. En dat wordt ook gezien door de rondetafel diabeteszorg. Maar of ze het zelf allemaal even goed bijhouden, ik weet het niet. Ik denk dat als je echt goed op de hoogte bent van alle ontwikkelingen, dat je dan als een razende bezig bent om het te vergoeden. Dus ik denk niet dat ze echt goed op de hoogte zijn, nee. Hoe is dat, Loes? Want jullie zitten in die gesprekken. Wordt er daar, en dat is helemaal niet om ze, maar heb je het gevoel dat jullie begrepen en gehoord worden? Ja, ik denk dat ze de noodzaak inmiddels wel voelen. Maar ik vraag me soms ook wel sterk af hoe zeer de mensen in het veld, zeg maar, op de hoogte zijn. Want Orietta noemde net al, hè, de vele verhalen die wij binnenkrijgen van mensen die niet in de hokjes passen en daardoor geen CGM krijgen. Maar verdrietig genoeg bereiken ons daarnaast ook nog steeds verhalen van mensen die wel binnen de hokjes passen, dus al jarenlang bijvoorbeeld een te hoog HbA1c hebben en via hun behandelteam nog nooit van een CGM gehoord hebben. En dan denk ik, dan ga ik me wel echt zorgen maken. Het is een hele terechtje en Rosalien stelt daar ook een vraag over, Henk-Jan. Waarom zetten internisten deze vinkjes niet terwijl je die wel behoort te krijgen, is het budget dan op vanuit het ziekenhuis of wat is dat? Waarom, als je hypo-unaware bent of je hebt al een jaar een HbA1c hoger dan 64, dan heb je volgens de regels recht op een CGM. Hoe komt het dan dat er toch nog artsen zijn, ook wat Loes net aangeeft en Rosaline stelt die vraag, dat dan dat vinkje in haar dossier niet wordt aangezet? Ja, dat vind ik heel raar. Dat vind ik heel raar, want in feite is dat een prima reden om te vergoeden. Dat mag ook. De verzekeraars zijn het daarmee eens. Zin is daarmee eens. Dus het kan gewoon. Tot vorig jaar was het ziekenhuisbudget, werden de sensors uitvergoed. En dat gaf wel beperkingen, absoluut. Er waren ziekenhuizen die kochten gewoon te weinig in, om maar zo te zeggen. En nu is dat niet meer zo. Dus dat zou nu eigenlijk niet zo moeten zijn. En ik denk dat als ik die verhalen van Loes en Orietta hoor, dat er ook echt wel reden is om weer eens goed het land in te gaan en te vertellen met alle partijen van wat zijn nu de regels en welke kant zou het op moeten. Ik denk trouwens dat iedereen ook aan die ronde tafel dat wel ziet, hoor. Ik denk niet dat er mensen zitten die roepen van nou, we gaan lekker nooit meer techniek toepassen. Het is denk ik een lastige situatie geweest omdat er onder de besluiten liggende richtlijnen gewoon verouderd waren. Nu zijn die richtlijnen net 2 maanden terug vernieuwd. Europees, internationaal, Amerika, Canada, de hele wereld roept dat nu. Voor volwassenen, voor kinderen was dat al. En daar staat gewoon in, je moet een HbA1c hebben wat zo laag mogelijk is. En laag mogelijk is bij voorkeur 48 millimol, 6,5. Hartstikke laag. Hebben we vroeger nooit mogelijk gehad. Dat is een doel, hè? Dat is niet een verplichting, dat is een doel. We moeten dus gaan zorgen dat mensen naar die doelen kunnen gaan. 70% time in range, minder hypo's, maximaal 5%. En als je die doelen wilt halen, dan zul je tegen beperkingen aanlopen. Wil ik het, maar ook een beperking mag het. En ook een beperking om het dan te doen. En als je het dan gaat doen, dan zul je merken dat je dat soort scherpe regels. En waarom doen we dat? Nou, we hebben net gehoord waarom 13 jaar korter leven bij de vroegere generatie is nog niet weg. Er zijn allerlei redenen toe. Beter leven, beter slapen, gezelliger zijn, je werk kunnen doen. Het zijn allemaal redenen die nog steeds allemaal gelden. En waarom we dat dan niet doen, is natuurlijk een hele gekke. Want het is er, de techniek is er. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, de literatuur is er. Dus je zou moeten zeggen, de richtlijn die er nu is, moeten we gaan omarmen. En bij die richtlijn hoort gewoon meer techniek gebruik, anders gaan we het niet halen. Anders gaan we het niet halen. Giesje, mag ik jou vragen, als psycholoog zijnde. En dat is een oprechte vraag, want ik heb hem omarmd, hè, die CGM. Ik snap ook dat die
af en toe niet te doen is. Als er weer alarmen afgaan of sensor update en weet ik voor allemaal. Ik zie Orietta en Loes ook knikken, want we zijn wel afhankelijk van techniek geworden daarin. Maar de pluspunten werken voor mij beter dan alle minpunten toen ik ze niet had. Kom jij in aanraking met een groep die het niet aandurft? Ik zeg expres het woord durven, omdat ik denk dat dat het is. Maar klopt dat als ik dat zeg? Ja, er zijn mensen die zelf een keuze maken. Die zeggen, nee, voor mij nu geen technologie. Voor mij nu niet. Yes. En ik denk dat daar een heel belangrijk iets is om in te noemen. Dat of je wel of geen technologie gebruikt voor jouw diabeteszorg. Dat is jouw eigen keuze. Dat zou jouw eigen keuze moeten zijn. Vind ik, moet je die keuze wel in alle vrijheid kunnen maken. En dat betekent dus dat als je wil, hè, en het kan meerwaarde voor jou hebben, dan moet het ook kunnen. Maar ik vind ook, je moet die keuze kunnen maken zonder dat je daarbij geleid wordt door angst. En door zorgen en door hè, dat soort dingen, door stress rondom die technologie. Is het dan ook angst voor de technologie, de onafhankelijkheid ervan, hoe moet je het gaan gebruiken? Zijn dat obstakels op een weg, dus Giesje? Het kan te maken hebben met veel verschillende dingen. Er zit, hè, als ik het even van een afstandje bekijk en ik kijk naar de dingen die ik het meeste tegenkom, dan zit er een heel duidelijk stuk zichtbaarheid en ja, lichaamsbeleving op. Het blijft een apparaat wat je op je lijf draagt. Hè, wat je in de weg kan zitten met de andere dingen die je doet. Maar bijvoorbeeld ook zichtbaar is, vragen kan oproepen van andere mensen. Ook op momenten dat jij daar helemaal niet op bedacht bent. En dan kan het heel confronterend zijn. Je bent met iets totaal anders bezig. En ineens krijg jij een vraag van, hey, wat is dat nou? Of wat doe jij daar nou? Weet je, dan is het een confrontatie ineens op een onbedacht moment. Dan heb je niet meer de controle over wanneer ja, diabetes in je leven is. Zichtbaar is voor andere mensen. Het gaat over alarmen die op elk willekeurig moment kunnen afgaan. Hè? De dubbele kant ervan, want dat is een beetje het verhaal. Het is geen zwart-wit verhaal. Er zitten twee kanten aan. Het is niet alleen maar roze geur en maneschijn. Er zit ook een andere kant aan. Die alarmen kunnen aan de ene kant ontzettend helpen en een vangnet zijn. Want laten we vooropstellen, weet je, het kan op mensen ontzettend een gevoel van veiligheid geven. Van iets wat meedenkt, wat meehelpt. Maar dat heeft ook een keerzijde. Weet je, die alarmen kunnen ook afgaan als jij slaapt. En soms zelfs 2-3 keer op een nacht. En jouw partner ook begint te morren van, hey, ik heb morgen ook een belangrijke vergadering, kom op zeg. Het kan ook zijn als jij zelf die vergadering aan het doen bent. Dus het introduceert dat stukje er ook in. En het is ook, hè, je gaat van een aantal meetmomenten op een dag met de vingerprik ineens naar de beschikbaarheid, naar de mogelijkheid van een paar honderd datapunten met jouw diabetes. Jij weet je, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met die stroom en informatie? En dat kan ook afschrikken. Want weet je, dat is 1, 2, 3. Heb je dat ook niet gevonden? Hoe ga je daar je route in vinden? Dus dat kan mensen afschrikken. Het idee van, oh, nu krijg ik iets aan mijn lijf. Nu is het mijn lijf niet meer. Hè? Nu zit er iets anders op. Iets buiten mij. Het stukje, nu kan het zich ineens opdringen. Ook als ik daar niet op zit te wachten. Ik verlies er de controle op. En ook het stukje, hoe ga ik in hemelsnaam om met al die informatie die nu op me afkomt? Dus aan onze taak, Henk-Jan, denk ik dan, om naar die zorgen te luisteren of naar die worries te luisteren, maar dat misschien de voorlichting waar anders of beter moet. Nou, ik stak mijn vinger net naar je op, ook om te vragen hoe Loes en Orietta hier naar kijken, want ik ken het verhaal natuurlijk ook van de andere kant, dat mensen die die stap gemaakt hebben juist zoveel winst boeken, dat inderdaad het fenomeen van wat er een paar jaar terug was. Hè, soms is het ook frustratie met eerdere versies van apparatuur. Als je kijkt wat voor winsten nu geboekt worden door mensen die het gebruiken, ja, dan denk ik van, dan moet de voorlichting en de uitleg door mensen onderling nog beter gedaan worden. We hebben natuurlijk een mooi voorbeeld van met loopers. En er zitten de twee hier, dus die kunnen er alles van zeggen. Ik ben ook wel bewust van het feit dat loopen niet voor iedereen meteen de oplossing is, omdat je daar wel in moet gaan zitten. Maar we hebben nu zoveel dingen waar we uit kunnen kiezen. We hebben een palet aan mogelijkheden om voor iedereen de diabetes verder te verbeteren. Of dat nou een e-pen is, een losse sensor. Er is een heleboel op de markt nu wat gebruikt zou kunnen worden om je dagelijkse sores te verminderen.
je diabetes beter te krijgen, wat ook al een heel groot effect op die zorg geeft. En wat uiteindelijk ook nog een betere toekomst garandeert. En het wrange is dat bij al die verbeteringen die sensor een hoofdrol speelt en beschikbaar moet zijn. Natuurlijk moeten mensen daaraan wennen. Maar elk stapje wat je maakt met techniek kan wel je leven weer in de goede stand zetten. Maar Loes en Orietta, jullie jouw woord, hebben daar echte ervaring van. Ik wou het woord wel even aan Loes geven, want herken jij de dingen die Giesje net aangaf, Loes, van anderen met type 1 die daar tegenop zien, wat de sensor ook kan doen? Ja, zeker. Zeker herken ik dat. En ik bedoel, die verhalen horen we ook. En als ik even terugkijk naar mezelf, ik begon in 2013 met sensor, toen ik een zwangerschapswens had. Uiteindelijk was dat voor mij ook de enige weg naar een veilig HbA1c, zeg maar, na alles geprobeerd te hebben. Maar die stroom aan data is wel intensief. Hè? Als je dat niet gewend bent, inderdaad, ik kwam toen van 8 keer vingerprikken per dag naar een CGM. Nou, daar moest ik ook een weg in vinden. En vorig jaar, het is nu 1,5 jaar geleden dat ik startte met loopen. Ik kwam toen, ik was een maand of 3 bezig en toen kwam ik bij mijn diabetes team. En toen had ik dus een HbA1c van, wat was het toen, 44. Nou, dat had ik zelfs in mijn zwangerschap, hè, met keihard werken en de hele dag gefocust op mijn diabetes. En niks anders doen eigenlijk dan dat, was daar het laagste ooit, volgens mij 49 geweest. Dus nu zat ik eigenlijk met 2 vingers in de neus, zeg maar, zat ik bij mijn DVK aan tafel. En die zei, ja, je HbA1c is 44. En hij keek helemaal niet blij. En ik had echt de tranen in mijn ogen van geluk, weet je wel. En hij zei, ja, ik zeg maar, wat is er nou? En hij zegt, ja, maar ben je er dan nu niet veel te veel mee bezig? Hij was echt heel erg bang dat ik alleen maar op, hè, met dat loopsysteem bezig was en aanpassen. En ik zeg, nee joh. Ik zeg, ik heb nog nooit mijn diabetes zo los kunnen laten als nu. En met ook nog nooit zo'n goede resultaat als nu. En nu 1,5 jaar later, ik merkte wel toen ik de CGM gebruikte nog los met mijn pomp dat, hè, als ik er niet de focus op hield, dan liep dat HbA1c zeker na die zwangerschap ook wel langzaam weer wat op. En nu met zo'n loopsysteem, tuurlijk, hè, er zijn nog hypo's en er zijn nog hypers. Maar zelfs als ik een paar weken denk, zo, nu gaat het echt even shit, dan zit ik op 83% time in range nog. Wonderbaarlijke uitkomsten die we toch aan het halen zijn. Henk-Jan geeft dat ook al regelmatig aan. Zo goed als het nu met een hele grote groep gaat, is het nog nooit gegaan. Jongens, er komen heel veel vragen binnen. Dus ik ga heel even een zijstapje maken naar de vragen die binnenkomen. En dan praten we zo met elkaar weer verder over dit onderwerp. Want een vraag van Han. Orietta, mag ik die aan jou stellen? En anders geef hem door, hè? Als iemand. Maar Han vraagt: ziet het ziekenfonds of de ziektekostenverzekeraar niet dat een sensor complicaties verminderen die aanzienlijk of langere tijd vele malen duurder zijn? Hoor je daar iets over uit de zorgkostenverzekeraars? Wij hebben eigenlijk nog niet echt contact gehad met de zorgverzekeraars, want de zorgverzekeraars hebben er niet zo heel veel macht in. Je denkt heel snel van, nou, dat moet de zorgverzekeraar daar maar regelen. Maar het is het zorginstituut dat bepaalt of iets vergoed wordt. En het zorginstituut luistert naar de ronde tafel diabeteszorg. En daaraan zitten dan weer allerlei belanghebbenden vanuit de diabeteszorg. Dus we zijn helemaal nog niet bezig geweest met de zorgverzekeraars. En Loes en ik zijn wel heel erg belangrijk, of wel heel erg benieuwd, bedoel ik, naar wat zij daar nou van vinden en hoe zij erin staan. Want voor hun is het natuurlijk heel erg, hoe zeg je dat? Heel erg, het is gewoon heel erg goed voor ze. Als wij allemaal een CGM zouden krijgen, ze moeten dan even investeren, want wij moeten die sensors hebben. Maar daarna, sinds ik die CGM heb, heb ik nooit meer in het ziekenhuis gelegen, ja, voor mijn bevalling, maar niet meer voor diabetes. Dus ze zijn er ontzettend veel mensen die alleen maar minder zorgkosten gaan hebben, die niet allemaal complicaties gaan krijgen. Ik denk niet dat de zorgverzekeraars er echt van op de hoogte zijn. En daarom willen Loes en ik ook heel graag het gesprek aangaan met de zorgverzekeraars, zodat zij ook eens bij het zorginstituut kunnen aankloppen van, hé, we moeten hier wat mee.
Yes. Heen zit namens Diabeter denk ik ook veel in gesprek, hè, met zorgverzekeraars over de CDM. Wat is jouw visie over hoe zorgverzekeraars hierin staan in deze wedstrijd? Nou, die staan er niet afwijzend in, maar die, wat Orietta net zegt is waar. Die hebben ook uit te voeren wat opgedragen wordt. Wat wel een situatie kan zijn, is dat wij met zorgverzekeraars wel afspraken hebben gemaakt. Als wij nou kunnen laten zien dat iets beter is, en kunnen dat ook echt laten zien, hoe kijken jullie dan tegenaan? En dat is in feite de oplossing waar we naartoe moeten. Dat wij het echt kunnen laten zien. Wat laat je dan zien, Henk-Jan? Nou, wij kunnen eigenlijk laten zien op gebied van medische parameters, HbA1c, time in range, noem maar op, maar ook op gebied van uitkomsten van de kwaliteit van leven, zijn er bij ons, maar ook internationaal, genoeg studies nu de laatste tijd gekomen. Die laten zien dat dat beter gaat en dat dat op termijn wel degelijk besparingen zou kunnen opleveren. Dat is altijd heel moeilijk uit te rekenen en moeilijk neer te zetten, maar die aandacht is er wel. En dat betekent alleen dat we in Nederland niet moeten zeggen we moeten hem hebben, maar we moeten ook met elkaar durven zeggen we laten zien dat het gaat. En daar moeten we eigenlijk de komende tijd ook veel aandacht aan geven, want we hebben natuurlijk heel veel data. Bedenk nog even dat toen de FGM kwam, ook een zorgverzekeraar, in dat geval Zilveren Kruis, met de groep in Zwolle heeft gezegd, we gaan het bij jullie proberen, we geven hem aan mensen, we vragen aan die mensen of ze de data mogen gebruiken, en die data zijn ook heel snel gegenereerd. Zoiets zouden we eigenlijk al kunnen doen met wat er nu met CGM gebeurt. En ik ben er ook mee bezig, we zijn aan het kijken of we daar andere collega's voor kunnen vinden. Er zijn er een aantal die willen aanhaken. En we moeten eigenlijk zorgen dat we op hele korte termijn een analyse doen van wat heeft het opgeleverd, want je kan zeggen, het is in Amerika bewezen, het is in Zweden bewezen, het is in Engeland vergoed en in Zweden goed. Toch zul je ook hier wat moeten laten zien en dat kunnen we. En dat moet zo snel mogelijk gebeuren. En dat is mijn oproep ook vandaag. Van laten we niet alleen roepen het moet, maar ook echt laten zien. Want ik ben niet zo bang dat we het niet kunnen laten zien. Hè? Ik bedoel, het is zo duidelijk. Ik heb nog nooit in mijn leven 350 patiënten gezien die zo'n ding hebben. In dit geval de 780 of de tandem. En die een time in range gemiddeld hebben door een heel jaar. Hè? Dus niet over een maandje, niet over twee. 12 maanden lang van boven de 70%, 75%. Jong, hè? Vanaf 7 jaar doen we dat, tot oud. En dat hebben we nog nooit gezien. Dat is voor het eerst. Hè? We gaan eigenlijk roepen van wat moeten wij straks als zorgverleners nog doen? Heb je nog wel werk straks? De vlag zou uitgaan als Henk-Jan dat niet meer hoeft te doen. Nee, maar we maken er een grapje over, Henk-Jan. Maar het is wonderbaarlijk wat we dus kunnen bereiken, Orietta en ook Loes. Wat we nu dus qua uitkomsten kunnen bereiken door de CGM. Maar dat maakt het af. Ik schaam mij af en toe. En die ook zo van, we krijgen ook veel vragen nu binnen. Dat ik het eigenlijk, nou, schaam is niet het goede woord. Maar dat het me begroot. Dat ik zeg, ja jongens, ik krijg hem dus wel vergoed. Maar al die anderen niet, Giesje. Dat is ook onderling voor ons als type 1'ers. Is dat echt een hele rare en vervelende emotie er ook bij. Maar dat je die zo sterk voelt, komt erdoor. Juist omdat je voelt wat het voor iemand kan betekenen. En dat gun je niet alleen jezelf, dat gun je gewoon iedereen. Yes. En dan word je eigenlijk, weet je, je staat buitenspel. Althans, zo voelt het. En wat dat betreft is het daarom zo belangrijk dat de Orietta's en de Loes'en van deze wereld, dat die de barricades optrekken en de Henk-Jans daar de support in doen. Om dat onder de aandacht te brengen van de mensen die wel aan die touwtjes trekken, die daar wel aan de knoppen kunnen draaien. Ja, en het systeem is oneerlijk, hè, nu. Het is niet eerlijk dat als je slecht geregeld bent geweest, mag je een sensor. Nou, dat is prachtig, dat is nu de regel. Ik zou het anders doen, maar goed. Maar als je hem eenmaal hebt, dan ben je in feite in staat om veel makkelijker en beter voor je diabetes te zorgen dan andere mensen. Er ontstaat echt een tweedeling. En dat is ook een punt waar we echt naar moeten kijken. Dit doen we in de oncologiezorg ook niet. Dat sommige mensen het wel krijgen en anderen niet. Dat is toch heel raar, jongens? Kom op. Of ben ik nou te... Nee, ik ben met je. En dat maakt het hem ook zo lastig uit te leggen. Ja, ik en kan die vragen maken. Krijgen we nou ook. Zo van, er worden ook mensen die, en wat Loes ook al aangaf, mag ik hem nou, als je hem eenmaal hebt. Even een clean vraag, want daar komen heel veel vragen over, Henk-Jan en ik en Loes en Orietta. Maar mensen die dus bang zijn en elk jaar weer in de stress zitten, mag ik hem houden of niet houden? Zijn daar afspraken over gemaakt, Orietta? Weet je dat? Of Henk-Jan, wie kan daar iets over zeggen? Nou, er is aan de regels wel toegevoegd dat als je iets nodig hebt om in dat doel te blijven, wat je dan bereikt hebt uiteindelijk, van hoog naar laag,
dat je dan in principe in aanmerking komt voor vergoeding. Dat zal nog verder uitgewerkt moeten worden, want dat is eigenlijk een losse paragraaf. Maar in feite zou dat mogelijk moeten zijn op dit moment. Maar zorgverzekeraars letten daar ook op natuurlijk of dat binnen de regels valt. En die regel kan je nogal uitleggen op verschillende manieren. Dat maakt het ook weer onzeker. En dat is erg lastig. En daar is ook helderheid over. Waar de ronde tafel denk ik binnenkort ook over zal gaan praten, hoop ik. Maar dat zou wel duidelijker moeten worden. Yes. Hey, we horen in het buitenland ook al, Henk-Jan, er wordt ook in Duitsland wordt de Freestyle Libre 3 al uitgegeven. Ook veel vragen gaan daarover. Gaat die ook naar Nederland komen? Ik verwacht dat wel. Ik weet niet wanneer, maar ik verwacht dat dat ergens in de komende maanden zal zijn. Er zijn geruchten over dat dat in de komende maanden zal gebeuren. Dat is wel een CGM, hè? Dat is niet meer een FGM, begrijp ik. En dat betekent dat we ook daar weer naar moeten zullen kijken, hoe gaat dat dan precies? Vroeger ging je van de FGM van Libre 1 naar 2 automatisch. Ja, of dat weer gaat gebeuren, dat is niet de verwachting die ik heb. Maar ik weet dat eerlijk gezegd niet. Het laat wel zien hoe ver de techniek is. Hè. Laten we ook dat zeggen, hoe ongelooflijk ontwikkeld die sensoren in feite zijn. Hè. Je mag er dus je insulinedosis op laten berekenen en uitvoeren. Dat zijn echt dingen waar we 10 jaar terug nog over dachten, zou het ooit komen. En het is er nu. Maar dat is ook wel een punt, dat gewoon, ja, gewoon zo snel gaat het. Hè. Yes. Libre 3. Ja, en daar komen dus vragen ook al over, Orietta en Loes. Die zullen jullie ook best wel veel krijgen. Heel veel mensen die gebruiken eerst de Freestyle Libre 1. Die mogen nu de Freestyle Libre 2 gebruiken die nu. Die zijn nu ook als de dood, dat als straks de 3 komt, maar ze komen niet in aanmerking voor die CGM-vergoeding, of ze dan straks nog wel gebruik kunnen maken van de Freestyle Libre, zeg maar. Dat zijn natuurlijk best wel gekke, nog een reden voor CGM-vergoeding, zeg ik. Maar dat zijn ook weer zorgen, Orietta, die mensen dus ook voelen daarin. Ja. Ja, dat klopt. Het is ook heel raar dat die regels überhaupt zo opgesteld zijn. Dat flash sensors wel vergoed worden, maar real-time sensors niet. Want het heeft helemaal niks te maken met het verschil tussen flash en real-time. Het heeft te maken met het verschil in prijs. En nu gaat er dan een FSL 3 komen, dat is dan een CGM. Maar de regels zijn zo opgesteld dat die dan niet vergoed wordt te worden. Maar hij is wel zo goedkoop. Wij weten niet hoe het gaat lopen. En volgens mij weet niemand die de regels heeft verzonnen ook hoe het gaat lopen. Dus dat is inderdaad al een goede reden om dat dus even normaal af te bakenen. Zodat je gewoon kan kijken wat heeft de patiënt nodig. En laten we daar eens op gaan richten. Hey, laten we, want de tijd gaat hartstikke snel. Ik denk, zoals wij hier met z'n allen aan tafel zitten en al onze kijkers ook. Ik geloof niet dat wij nog overtuigd hoeven worden dat de CGM-vergoeding er doorheen moet. Welke partijen moeten er wel nog overtuigd worden, Orietta? Ja, het Zorginstituut. Het Zorginstituut heeft er officieel nog niks over uitgelaten. Want ze zeggen dat ze daar geen signalen over ontvangen dat dat nodig is. Maar die is er nog niet van overtuigd. Ja, het is heel veel. Geen signalen? Jullie zijn er bezig. Ja, maar wij zijn maar gewoon twee patiënten. Hè? Wij zijn niet een signaal. Een signaal moet komen van de ronde tafel diabeteszorg of misschien van de zorgverzekeraars. En dus daarom willen wij nu met de zorgverzekeraars gaan praten van, joh, gaan jullie je steentje bijdragen? Want het Zorginstituut denkt nog dat er niet genoeg bewijs voor is. Niet genoeg bewijs. Henk-Jan, dan ga ik aan jou vragen. Wie moeten we nog gaan overtuigen? Orietta zegt het al. Het moet het Zorginstituut en de diabetesrondetafel. Nou, ik heb al eerder gezegd, ik denk niet dat er rond de tafel allemaal zit van er moet niks gebeuren. Maar die zitten een beetje klem in, zeg maar, de oude richtlijn en de nieuwe ontwikkelingen. En ik denk dat we daarop moeten gaan duwen. En moeten zorgen dat vanuit de organisatie, want de ronde tafel is niet een ronde tafel met mensen, daar zitten allerlei partijen in. De DVN zat erin, de NDF, Bloel, internisten, iedereen zit daarin. Dus ik denk dat we daar naartoe moeten gaan en zeggen, jongens, hebben jullie de laatste literatuur al gezien? Heb je de laatste ontwikkelingen, Libre 3, automatische systemen al gezien? De inpennen komen eraan.
De dataflow is een enorm groot ding wat ook nog geregeld moet worden in Nederland. Hè. Hoe gaan we dat nou allemaal bij elkaar brengen? Hoe zorg je ervoor dat je straks, als het heel goed met je gaat, niet vier keer naar het ziekenhuis moet, maar gewoon alles kan doorsturen? Er zijn genoeg vragen die natuurlijk op die tafel horen en waar op korte termijn eigenlijk wel wat druk op moet. Dus ik ben al heel blij als Loes en Henriette weer van zich laten spreken. En ik zal daar achteraan gaan staan en ik zal ook proberen om met de partijen waar ik omheen zit, als lid of als niet-lid, te gaan duwen weer. Want dit is echt urgent. We verliezen kostbare tijd en we hebben geen jaren de tijd om dit op te lossen. En nogmaals, we praten over iets heel simpels, een kapotte beta-cel. Insuline komt er niet uit, hebben we nou 100 jaar. En dan hebben we goddorie ook het tweede probleem al bijna 20 jaar opgelost met sensoren. Uiteindelijk de laatste 10 jaar pas echte. En nu hebben we ook nog de algoritmes opgelost. Hè? Dus dat slimme systeem wat ons lichaam heeft, die elke seconde weet hoeveel insuline er nodig is. Alle drie de componenten zijn er en nu doen we net of die niet nodig zijn. Ja, de natuur was niet zo dom hoor jongens. Die had het echt al door dat het gewoon beter moest. En dat zien we natuurlijk ook in de getallen. Er zijn net grote studies uit Scandinavië getoond. Als je 40 jaar type 1 hebt, dan kun je behoorlijk de lul zijn, om maar even zo te zeggen. Omdat we gewoon nog niet de zorg konden bieden vroeger, maar ook nu wel kunnen bieden. En nog steeds doen we net alsof het gewoon met 2 maal daags insuline en 4 maal daags meten kan. Ja, dat is echt voorbij die tijd. Hey Henk-Jan, ik zie ook, je bent niet alleen gefrustreerd natuurlijk voor de mensen die we bij Diabeter, die jij onder andere bij Diabeter behandelt, maar dit doe je voor iedereen met type 1 diabetes. Ja, natuurlijk. Dit gaat over iedereen. Dit gaat niet over de patiënten die wij zien. Dit is een landelijk nog verder. Het gaat internationaal. Hè? Deze maand heeft Engeland besloten om voor iedereen met type 1 de CGM te vergoeden en de HGM. Dat is ook een vraag. Gaan wij de UK volgen, wordt gevraagd? Mag het hopen. Ja, oké. Okay. Yes. Ja, ik bedoel, de Brexit is een domme zet, maar dit is een hele slimme zet van ze. Ik denk dat we daar ook wel uit kunnen leren, omdat zo'n instituut als de NICE, het Zorginstituut van Engeland, ook niet over één nacht ijs gaat. Hè. Die hebben ook die targets gezien en die verscherping en gezegd, hoe gaan we dat halen? En Engeland heeft de laatste 4-5 jaar een enorme inhaalslag gemaakt met diabetesregeling. Ook door wel makkelijker te zijn met technologie. En ook duidelijke grenzen te stellen. Waar moeten we heen? Wat zijn de doelen? En daar kunnen we een goed voorbeeld aan nemen. En ik denk, ik heb dat rapport van de NICE nog niet. Meestal komt dat daar op publieke websites. Maar we zullen daar zeker goed naar kijken om te kijken welke overwegingen zijn er geweest. Nu hebben ze nog een consultatieronde. Dan mag iedereen zeggen of die tegen is. Of voor. Het kan nog een uitvoeringsprobleem worden daar. Want Engeland, allemaal lokale instituutjes. Maar als de overheid daar roept, het moet vergoed worden. Dan is daar een hele grote stap gezet. En dat betekent dat we eigenlijk die kant op moeten. Zweden heeft dat al jaren. Hè. Zweden is het land van Europa met de allerbeste regeling. Die zijn met hun teams, met hun mensen met diabetes zo ver gekomen met al die techniek. Dat het gemiddelde HbA1c, ja, niet schrikken, onder de 7 ligt. Voor iedereen. En er zijn ook mensen waar het niet goed gaat. En er zijn ook mensen waar het heel, heel goed gaat. Maar dat is een ongelofelijke wat daar bereikt is. En dat betekent dat die Zweden allemaal naar een toekomst zonder complicaties gaan lopen. En wij moeten daar nog kunnen daar alleen nog maar naar kijken. Ja, je hoort mijn frustratie. Sorry. Nee, ik ben als type 1er word ik alleen maar heel blij van jouw frustratie. Want dan betekent dus dat ik niet helemaal achterlijk ben. Dat ik niet snap dat we in Nederland nog niet zo ver zijn. Nee, begrijp ik goed. Hè? Dat heeft Giesje goed neergezet. Dit is voor mensen die het willen. En je maakt daar zelf een besluit over. Maar je moet zelf kijken, waar wil ik naartoe? Wat zou ik kunnen doen? Je hoort van andere mensen wat er mogelijk is. En vergeet ook niet de kracht die jullie onderling als mensen met diabetes hebben om dat te ondersteunen. Kijk naar loopergroepen, kijk naar groepen van die wij nu hebben rond onze pompsystemen. Het is ongelooflijk. Ik heb wel eens groepen. De mensen met de nieuwe systemen leren het sneller dan ik. En dat is maar goed ook. Ja, dat is maar goed ook. Loes, Henk-Jan gaf het al aan, de kracht van onze type 1'ers. Orietta en jij hebben ook weer iets, ook met sensorvergoeding.nl, wat nieuws bedacht. Wat mogen we morgen, welke oproep mogen we morgen van jullie gaan verwachten? Ja, morgen gaan we weer los.
Het heeft ook wel weer wat lang geduurd voordat we weer in actie kwamen, maar het is er weer tijd voor. Dus we gaan morgen oproep delen op onze Facebookpagina, dus facebook.com/sensorvergoeding. En dan gaan we ons richten tot de zorgverzekeraars. Nou, daar heeft Oriette het straks ook al over gehad. En we willen gewoon heel graag met hen in gesprek en hen duidelijk maken van, goh, waarom is dit nu voor mij zo belangrijk? En dus we gaan voorbeeldbrieven delen, tag je zorgverzekeraar. We willen echt in gesprek. Dus we snappen ook dat iedereen gefrustreerd is en boos. Maar we proberen het in elk geval opbouwend te doen, zodat ze ook met ons in gesprek willen en zodat we ook echt iets voor elkaar krijgen. Yes. Want Henk-Jan, als zorgverzekeraars aan onze kant staan, zeg maar, als ze denken, als zij het gaan snappen, zou dat dan een schakel kunnen zijn naar hoe het Zorginstituut Nederland ernaar gaat kijken? Nou zeker, we hebben dat al meegemaakt, hè, dat zorgverzekeraars ook snappen van wat is goede zorg, wat zijn. Maar daar gaat het nogmaals, laat ook zien wat de uitkomsten dan zijn. Neem ze mee waar het naartoe kan gaan en welke voordelen. Dus die brieven die jullie hebben zijn al een eerste stap erin, heel belangrijk. En als je maar ook... ik hoor ook zeggen, en dat is ook wel, laten we het er maar heel eerlijk in zijn, bij diabetes lukt het ons om soms wat meer mensen op de CGM te zetten, omdat jullie de uitkomsten kunnen laten zien aan de zorgverzekeraars. Dit zou ik, dan denk ik, Orietta, dan gaan wij gewoon aan elk diabetes team in Nederland vragen om de uitkomsten te delen. Nou ja, je moet met je zorgverzekeraar afspraken maken over de zorg. En daar moet veel meer naar voren komen dat voor type 1 diabetes ook een aantal dingen moeten worden geregeld. Te vaak hebben ziekenhuizen, mijn collega's in ziekenhuizen hebben er last van dat dat stuk diabeteszorg weggedrukt wordt in het geweld van de miljarden. En daar moeten we ook wat aan zien te doen en zorgen dat daar echt een positie van komt dat die zorg ook gegeven kan worden op een goede manier. En ik denk dat iedereen wil dezelfde kant op, hè. Laten we even mee eens zijn. Er zijn weinig mensen die roepen, laat mij maar op 2-maal-daags mixtaar staan. Dat is het probleem niet. Het probleem is hoe we daar naartoe gaan. En we hebben dus een paar goede schoppen nodig om die zaak aan het bewegen te krijgen. En dan hebben we ook nog een paar mensen nodig. En ook zorgverzekeraars zitten trouwens ook aan de ronde tafel. Die moeten ook, en die durven ook wel, denk ik, om die stappen te nemen. Alleen, zij willen weten natuurlijk, wat kost het? Terechte vraag. En als dat later minder complicaties geeft, misschien ook oplosbaar. En wat levert het op? En dat is denk ik een terechte vraag. En ik ben daar nogmaals niet bang voor. Dat zal best uitrekenbaar zijn. We hebben genoeg studies uit andere landen. En als we binnenkort onze eigen data in Nederland een beetje op orde hebben, dan kunnen we dat ook laten zien. En we weten gewoon één ding, hè? Als dat HbA1c echt zo rond die 50 blijft of daaronder, dan zijn we natuurlijk wel bezig om gewoon een heleboel complicaties, ja, tot heel ver in de toekomst te schuiven. Zover dat je het helaas niet kan meemaken, om maar even flauw te zeggen. En dat is natuurlijk wat we aan het doen zijn. We moeten eigenlijk durven kijken naar de toekomst. Yes. Dat is het enige wat we weten van goede regelingen. Dat het uiteindelijk dit soort problemen van nu en later voorkomt. Dankjewel, Henk-Jan. Orietta, morgen dus de oproep. Deel je ervaringen en deel je verhaal met sensorvergoeding. We horen net ook van Henk-Jan, als we de zorgverzekeraars aan onze kant hebben staan, althans dat ze de noodzaak snappen van de CGM-vergoeding, kan dat een hele grote schakel zijn in de sensorvergoeding. Morgen op jullie, Loes noemde het al, Orietta, maar op jullie Facebookpagina. Ja, onze Facebookpagina is eigenlijk ons belangrijkste communicatiemiddel. Dus facebook.com/sensorvergoeding. Maar ook op onze website en op onze eigen social kanalen zullen we het allemaal delen. We hebben een voorbeeldbrief. We leggen uitgebreid uit wat je kan doen om te helpen. Om te zorgen dat hier aandacht voor is. Zodat die zorgverzekeraars met ons in gesprek gaan. Want als ze het gesprek aangaan, dan kunnen we ze natuurlijk overtuigen van het belang van sensorvergoeding, van CGM-vergoeding. Dus het doel is nu met elkaar in gesprek gaan. Hartstikke mooi. Volgens mij moet je die rapper van Diabetes Plus meenemen. Ja, de rappende psycholoog. Ja. Een rapper over, rap over de noodzaak van sensorvergoeding. Ja, Yes, en daar... Niet voor niks, jongens. Mijn sensor geeft een alarm. Het is einde uitzending vandaag. Dankjewel. Ook Giesje, ik vind het ook heel... voor mij is het ook altijd weer verhelderend om te voelen, omdat het mij
zoveel heeft opgeleverd. Dat we ook horen dat wij zijn natuurlijk de CGM-adopters. Zo van allemaal over anderen zeggen, jij moet dit ook gaan gebruiken. Maar het is ook goed om juist te luisteren naar hun en ook te voelen, waar zitten hun angsten en waar zitten hun onzekerheden. En want als we die misschien ook als type 1'ers zelf bij anderen weg kunnen halen, hebben wij daar zelf ook nog een mooie taak in, denk ik. Ook daar kunnen jullie belangrijk waarde toevoegen. Het zit soms in hele kleine dingen. Ook wat je in de zomer doet met de zichtbaarheid. Wat doe je er dan mee? Kun je het verbergen? Zijn er handigheidjes in? Yes. Dat zijn dingen, weet je, die kunnen wij als zorgprofessionals proberen te bedenken. Maar weet je, jullie leven ermee. Yes. En hou daarin altijd een aardige en vriendelijke toon. Ook als mensen dan andere keuzes maken dan wij denken dat misschien verstandig voor ze is. Maar het begint allemaal, jongens, dat we in ieder geval een keus hebben. Dus dat begint met CGM-vergoeding. Die vergoeding moet er doorheen. Hou dus absoluut Loes en Orietta van sensorvergoeding.nl hartstikke in de gaten. Er komt morgen dus weer een oproep. En voel niet dat het geen zin heeft om mee te doen. Want Henk-Jan zei het al en Loes en Orietta, maar Giesje ook. Echt, elke stem is er één. Dus deel je verhaal. En laten we ons op de juiste mensen richten. En we weten dus ook dat de zorgverzekeraar hier ook een belangrijke rol in kan spelen. Dus laten we ze positief bij dit verhaal gaan betrekken. Ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is. Orietta, dankjewel. En dank sowieso. En Loes, voor jullie drie jaar harde strijd al. Als twee doodnormale, maar wel super toffe meiden met type 1. Dat jullie nog steeds namens ons die strijd ook met de Diabetes Rond de Tafel en Zorginstituut Nederland aangaan. Henk-Jan, dank voor je bevlogenheid en ook dank voor je frustratie, want dat helpt. Nee, het helpt, want het is absoluut noodzakelijk. Giesje, goed om ook in dit hele verhaal het mens zijn, het mens met type 1 te blijven benoemen. Dus ik dank jullie ontzettend dat jullie hier vanavond bij waren. Dank jullie wel voor het kijken. En we hadden de CGM-adopters als de kijkers. Maar jongens, wij weten ook dat dit soort uitzendingen ook bekeken worden door mensen die straks voor ons gaan beslissen. Dus het heeft zeker een absoluut zin om onze verhalen te blijven delen, ook via deze kanalen. Dit was de laatste Diabeter Live van 2021. En ik wil jullie allemaal onwijs bedanken voor het volgen van Diabeter Live dit afgelopen jaar. We zijn er in het nieuwe jaar zeker weer terug. Wenst ons allemaal, en ik praat namens Henk-Jan, Giesje, Orietta en Loes, maar ook iedereen van Diabeter, om jullie een hele fijne laatste maand van het jaar toe te wensen. Met ook nog, we zijn nog niet uit de COVID-maatregelen, jongens. Blijf alsjeblieft gezond en blijf goed voor jezelf zorgen. En laten we er in 2022 met z'n allen voor blijven strijden dat die CGM nu eindelijk vergoed wordt en niet alleen voor de lucky ones. Dankjewel en een hele fijne maand toegewenst.